PCW is een samenwerkingsverband tussen vier Westlandse plantexporteurs op basis van non-commerciële activiteiten om zo kosten in de keten te besparen door in te zetten op standaardisatie. Een van onze speerpunten was regie over de aanvoerlogistiek te krijgen. Daar hadden we zelf allemaal wel ideeën over, alleen we wilden dat toch op een grondige manier onderzoeken in samenwerking met Dynalog en de TU Eindhoven. Nou, wij kopen de handel hier geleverd of zoals we dat noemen ex-works, aftuin. Nou, wij zijn niet de enige, als Noviflora zijn er die handel bedrijft met een kweker, dat zijn er verschillende. Dus wij hebben gekozen in dit project om als vier plantexporteurs voor de leveranciers in de regio Boskoop vaste bestel- en aflevertijden af te spreken. Waar we voorheen individueel bij dezelfde leverancier langs gingen met zelfs verschillende vrachtwagens, gaan we nu in principe met één vrachtwagen in één keer alle leveranciers langs met handel voor alle vier de samenwerkende partijen. Waardoor de efficiënter kan worden opgehaald en dat meer rust brengt voor alle partijen in de keten. Voor de leverancier, omdat hij dus niet drie keer naar buiten moet lopen met zijn handel. Hij krijgt zijn bestellingen ook in één keer, daar kan ook zijn eigen productieproces optimaliseren daarmee. Voor de logistieke dienstverlener en voor de exporteurs is dat we gewoon rust hebben. Dat we weten als we in venster 1 bestellen, dat we wanneer we de handel kunnen verwachten. We zijn enerzijds aan het kijken of we het concept wat we in Boskoop in de pilot hebben uitgevoerd naar andere regio's kunnen uitrollen. Heel praktisch, naar een Venlo, Brabant of België. Anderzijds zijn we aan het kijken hoe we informatie in het aanvoerproces sneller kunnen delen met verschillende partijen. Staat handel nog op een kwekerij? Is het al geladen door een logistiek dienstverlener? Is het geleverd bij de box van een logistiek dienstverlener of bij Siertje Direct? Of is het al aanwezig in de box en beschikbaar voor verwerking? De horizontale samenwerking tussen het IPCW, dat zagen we allemaal in. Een organisatie als Dynalog geef je alleen veel meer inzichten door deze projecten die we uitvoeren, wat echt de kracht is van die horizontale samenwerking. Je ziet dat de combinatie tussen praktijk, wat heel veel aanwezig is in MKB-bedrijven, met de theorie van een universiteit, een hele goede mix is waar hele leuke dingen uit kunnen komen.